Dank u, voorzitter. Voorzitter, gelijktijdig met het wetsvoorstel Pas het Onderwijs in 2014 is besloten het totaal beschikbare budget voor LWOO en PRO, leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, op landelijk niveau te maximeren. Nou, daarmee kwam er een eind aan de open eindfinanciering, die tenslotte altijd het gevaar in zich draagt van een ongelimiteerde stijging van het aantal leerlingen met een indicatie. Het doel van die budgettering was om de prikkel weg te nemen, extra leerlingen uit het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, in het LBOO en PRO te laten instromen. Nou, die inpassing in het passend onderwijs die behelst in grote lijnen twee aspecten. De samenwerkingsverbanden gaan de ondersteuningstoewijzing verzorgen. En de regionale verwijzingscommissies, de RVC's, die worden opgeheven. Goeie zaak, twee systemen naast elkaar laten werken, dat schept onduidelijkheid, inefficiëntie, bureaucratie en dat moeten we niet willen. Nou, in de tweede plaats worden die samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het budget van LWO en PRO. Nou, een aantal aspecten die nu kenmerkend zijn voor het huidige systeem, die blijven gehandhaafd. Nou, dit wetsvoorstel bevat wel een mogelijkheid voor die individuele samenwerkingsverbanden die daar bewust voor kiezen, om zelf die criteria voor LWO en of PRO en op de duur van de onderwijstoewijzing en of welke scholen in aanmerking komen voor die LWOO-bekostiging om dat te bepalen. Nou, dat is die opt-out mogelijkheid. Dat is wel een voorwaarde. Samenwerkingsverbanden kunnen alleen deelnemen aan die opt-out als alle besturen die eronder vallen en de medezeggenschap erachter staan. Nou, dat klinkt logisch. Maar kan de staatssecretaris nog even voor ons beargumenteren, want wij twijfelen toch, waarom voor dit systeem gekozen is en zo ja, welke financiële prikkels dat nou met zich meeneemt. En op welke concrete manier zou dit maatwerk dan vorm krijgen? Zou dat maatwerk in Groningen echt anders zijn dan in Middelburg of Rotterdam? Ik begrijp het krimpargument, maar, en dat vind ik een belangrijk argument ook, want het is een taaie problematiek. Maar aan de andere kant, het PRO zoals het eruit ziet, is een succesverhaal. En dat is gebaseerd op een langdurige expertise en op criteria die gewoon werken. Het is een werkend systeem. Dus wat voegt opting-out toe aan de kwaliteit, is mijn vraag aan de voorzitter. Aan de staatssecretaris. En schept het niet weer een gelegenheid, want er schuilt toch weer een gevaar in, tot wildgroei en daarmee tot onoverzichtelijkheid. Het voorstel is, voorzitter, om per 1 augustus 2015 te starten met die integratie in passend onderwijs. Nou, op dat tijdstip zijn de samenwerkingsverbanden ingericht en hebben ze inmiddels een jaar ervaring met het toewijzen van ondersteuning in het VSO. En vanaf 1 augustus 2015 krijgen ze de wettelijke opdracht om de ondersteuningsplannen aan te passen op de integratie van LWO en PRO. En per 1 januari 2016 treedt dit ondersteuningsplan in werking. Nou, de samenwerkingsverbanden krijgen op die datum de taak om de ondersteuningstoewijzing van LWO en PRO te verzorgen. En ze krijgen de verantwoordelijkheid voor het budget. Ik heb nog wel een concrete vraag, voorzitter. De VO-raad die wijst op de inconsequentie in die bekostigingssystematiek. Bij zware ondersteuning, de plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs, bepaalt de woonplaats van de leerling welk samenwerkingsverband de toelaatbaarheid gaat regelen en gaat betalen. En bij verlenging of verhuizing blijft dan dat samenwerkingsverband van de eerste afgifte betalen. En bij die lichte ondersteuning van LWO en PRO wordt uitgegaan van de vestigingsplaats van de schoollocatie. En bij verhuizing betaalt het samenwerkingsverband van de nieuwe school van inschrijving. Nou, ja, dit verschil dat schijnt verwarrend te zijn en ik kan me dat voorstellen. En dat kan ook weer leiden tot extra bureaucratie, tot afspraken die te laat tot stand komen. Kinderen worden daar toch weer de dupe van, irritatie naar ouders enzovoort. Kan de staatssecretaris het veld en ons geruststellen met een nadere uitleg? En als laatste vraag, voorzitter, wil de staatssecretaris dan ook nog eens uitleggen waarom bij de implementatie van passend onderwijs, wat ons betreft, terecht is gekozen voor die verevening tussen de verschillende regio's, want daar zat een onbalans in, en bij de inpassing van LWO en PRO in passend onderwijs niet. En dat vind ik wel een belangrijke vraag, ik weet niet of de staatssecretaris dat zo direct kan beantwoorden, maar zijn of waren er in het verleden opvallende verschillen in vraag en aanbod tussen de regio's? Ten slotte, voorzitter, de PVV is altijd voorstander geweest van deze aanpassing.
Met het onderbrengen van LWO en PRO in passend onderwijs is dat stelsel van ondersteuning compleet wat ons betreft en worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning. Nou, daarmee zijn die samenwerkingsverbanden beter in staat af te wegen welke onderwijsondersteuning nodig is en wordt het systeem efficiënter. En daarmee gaan wij graag akkoord. Dank u wel, voorzitter. Oh, meneer Van Menen. Meneer Van Menen. Ja, voorzitter. Ik denk dat wij ongeveer in dezelfde positie zitten. Ja, een beetje hoor. Tussenin. Ik neig iets meer naar die ruimte. Maar daar heb ik dan ook een vraag over. Want de heer Beertma zegt terecht dat het een succes is. Maar de vraag is natuurlijk of het een succes is vanwege de normen. En ik kan mij heel goed voorstellen dat het ook wellicht een succes kan zijn voor meer kinderen dan nu volgens die normen toelaatbaar zijn. En die ruimte zou ik in principe willen geven. Ik heb ook allerlei aarzelingen. Onze bijdrage was vrijwel gelijk. Wat dat betreft, zeg maar even, omdat u was er niet bij. Misschien heeft u hem gehoord. Maar goed, ook op die vraag rond financiering. Maar even terug naar dit punt. Zou de heer Beertema ook mee kunnen gaan in de redenering dat je dat je de gelegenheid zou kunnen geven aan samenwerkingsverbanden om andere normen te hanteren, om misschien meer leerlingen dit succes te laten delen? Ja. Ik heb al in een vroeg stadium gehoord dat D66 en de PVV ongeveer op dezelfde lijn zaten. Mijn medewerker was er buitengewoon verbaasd over en die heeft mij dat per koerier laten weten. Het kan, voorzitter. Ja. Maar ja, ik begrijp de afweging. Die toelatingscriteria zijn natuurlijk wel onderdeel van het geheel. Hè? Ook van het geheel van het succesverhaal van PRO. En daaraan gaan sleutelen dat houdt een gevaar in zich. En een succes, een goed leggende kip moet je niet storen. Broedende als het, kip. Nou ja, goed leggende ook hoor. Ik heb twee kippen en ik weet daar heel veel van, voorzitter. De een heet Fleur en de ander heet Agnes. Maar in ieder geval, kijk, als we de andere kant op gaan, die meneer Van Menen nu suggereert, dan heeft dat ook voordelen, zeker als het gaat om die problematiek van die krimp. Maar, tegelijkertijd, ja, ben je weer de boel toch enigszins aan het oprekken en geef je toch weer ruimte. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar er komt toch weer ruimte voor perverse prikkels enzovoort. En misschien ook wel weer tot ongewenste groei die we nou juist proberen te beperken. De heer Van Menen, ja, voorzitter, bij ons gaan ook alle alarmbellen af als wij het zo in zulke hoge mate met elkaar eens zijn. Maar ik heb daar ook in eerste mijn allerlei vragen over gesteld. Dus ik heb nu geen vraag meer aan de heer Beertema. Maar laten we maar horen wat de staatssecretaris op die vragen te zeggen heeft. Benieuwd naar. Daar zijn jullie het ook weer over eens. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, opting out. Ja, welk probleem lossen we daarmee op? Hè? Zo vroeg mevrouw Schouten zich dat af. Nou ja, dat is die vraag van de ChristenUnie is ook precies mijn vraag. De staatssecretaris probeert ons goed gerust te stellen. Dat doet hij echt goed. He, dat alleen scholen voor opting-out kiezen als alle scholen zich daarvoor uitspreken. He, 40% wil er vanaf, 60% niet, zegt de staatssecretaris. Mijn vraag blijft, waarom nou zo'n ingewikkelde optie optuigen voor opting-out als de meerderheid van de pro-scholen dat niet wil? Ja, het antwoord zou kunnen zijn dat werkenderwijs die professionele bestuurders van die samenwerkingsverbanden zich gaan inspannen met de wet in de hand om die landelijke criteria geleidelijk af te schaffen. Nou, dat houdt het gevaar in, voorzitter, dat door bestuurlijke druk, bestuurlijke spierballen, al heel vaak vertoond in het onderwijsveld, die bestuurders uiteindelijk hun eigen criteria gaan hanteren ten koste van die pro-scholen. En ik schets hier even het slechtste scenario wat denkbaar is. Maar helaas is het zo dat dat slechtste scenario heel vaak werkelijkheid wordt in het onderwijs. We hebben een slechte geschiedenis wat dat betreft. Er liggen intussen enkele amendementen klaar die een uitweg kunnen bieden. Nou, ik kan hier vandaan op dit moment, vind ik dat heel moeilijk om dat te overzien. Maar gelukkig stemmen we dinsdag pas en we hebben het weekend nog om dat allemaal op zijn merites te beoordelen en ook te sonderen in het veld, voorzitter. Dank u wel.